Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Land 2 6 Golden Coins Race met Jordi van de Super Par Guys. Oh, ik had net Metabots opgestart. Ik dacht dat we dat gingen doen. Metabots! Nou, daar heb je helemaal geen zin in om dat te doen. Ja, dat is daarvan. Ik had helemaal klaargezet, ik had alles weer netjes neergezet. En dan spelen we dit. Je favoriete spel aller tijden? Nee, mijn favoriete spel aller tijden komt over 10 dagen uit. Pokémon Kingdom? Ja. Ik ga echt meteen kijken van oké, wat voor nieuwe crap zit erin of is het echt alleen maar een port? Want als er nieuwe dingen in zitten, ja natuurlijk ga ik dat eerst even zelf kijken. Oh, jij gaat voorbereiden. Dus ik ga er helemaal blind in en jij gaat er helemaal volledig in. Nee, oké, okay, got it. Nou, toegeef, ik heb al 3 seizoenen die game gedaan, dus in principe kan ik al sowieso niet meer zeggen van ja, ik ken de game niet. Ja, dat is waar. Dat is waar. Voor mijn duidelijkheid, ben jij ook bij het kasteel nu? Ja, ik was al bij het kasteel. Okay. Ik ben ook niet dood gegaan, dus ik heb letterlijk zelfs als jou wat levens gefarmd. Ik heb er geen 99, ik heb ondertussen 33. Ja, ik had gewoon 999 coins en toen de 99... Ja, precies. Dingen roulette gekregen. Ja, dus dat. En leg jij even uit wat wij gaan doen met Wario? Oh ja, voor Wario zetten wij een save state, zodat als je bij Wario komt, dat je dan gewoon Wario mag blijven doen, zeg maar. Ja, zolang de save state het toelaat. Ja. Want... Ja, oh, je kan gewoon echt een save state zetten. Hm? Je kan gewoon echt een save state zetten. Nou ja... Echt een save state of meer ja. Zoals... Nee, je kan echt een save state zetten. Welke knop gaat dat dan? Is dat ZR, ZL? Even kijken. Even kijken. De 2 achterste triggers, ZL, ZR. Oh, ja, dat ja. Great suspense point. Oh, ja, dan kunnen we vanaf daar laden. Ja. Dus nu is het eigenlijk wie als eerste de game uitspeelt. Mm-hmm. En of wat deze aflevering gebeurt, dat weet ik niet. Maar misschien wel snel. Ja. Ben ik eindelijk voorbij die gloves, ga ik dood bij dit volgende stuk. Oef. Nou, ik ben vandaag nog niet bij de gloves gekomen, dus... Oké. Nee, toch even, als je me niet had gevraagd voor vanavond, had ik waarschijnlijk Xenoblade uitgespeeld. Ja. Nou, misschien kan je dat uiteindelijk nog steeds doen als we snel... Ja, klopt. Dat... Ik had hem eerder kunnen uitspelen, maar de game zegt zo... Het is zo'n leuke gimmick van ja, ik wil graag deze items hebben. Ja, maar die heb ik niet. Ja, ga ze bezoeken. Ja. En dan niet tussendoor voor een side ding. Nee, letterlijk voor de final boss moet je dat even nog doen. Sad. Dus ja. Mochten we op tijd klaar zijn, dan ga ik nog even kijken of... Of ik met Rusty eventueel alvast kan checken of we de game werkend kunnen krijgen bij mij. Dat is inderdaad al een hele goeie. Mm-hmm. En mocht ik klaar zijn met Rusty, dan wil ik graag met jou Advance Wars... Ja, snap hem. We gaan doen. Shit. Net te laat. Maar ja, daar hoef ik geen kut voor te doen, alleen maar een beetje te kijken. Te kijken, ja. Ah, de tips die jij me voor de Generations had gestuurd, daar kan ik wel wat mee. Mooi, mooi. Hey, het is hartstikke duidelijk. Ik doe heel veel dingen gewoon puur voor content. En ik heb liever dat... Het zometeen over dat er 1 minuut verschil zit tussen de 2e en de 3e. Of dat 1 iemand net eerder op de finish is. Of dat er iets doms gebeurt. Dan, dan dat het een saaie race wordt. Ja, precies. Dat heb ik altijd.
En het is niet dat je me een handicap of iets geeft. Het is gewoon puur informatie van wat ik moet doen. Dus je hebt gewoon, eigenlijk heb je voorsprong als je weet wat je moet doen, zeg maar. En aangezien ik die games niet elke dag speel zoals Gen 1 tot en met 3. Had je trouwens gezien hoe ik doodging? Ik heb meegekregen hoe je doodging. Ik heb de stream nog niet helemaal gekeken, want ik heb er nou nog geen tijd voor gehad om... Wat was het? 3 uur aan stream door te kijken? Of 2 uur aan stream? Nee, iets langer. 3 uur, denk ik. Misschien wel langer dan 3 uur zelfs. Maar... Toch even, ik moet heel Paddy's ding ook nog terugkijken, dus... Maar het ging echt goed, hè? Want totdat ik doodging had ik maar 3 deaths. De hele run. Ja. Alleen toen werd ik helemaal gewiped door Wally. Ja, dat was wel sad. Dan mag je op zich nog blij zijn dat je het streamt en niet afhankelijk bent van anderen. Hoe bedoel je? Ja, jongens, we gaan de hardcore nuzzelok doen. We gaan weer streamen. Ja, sorry, ik ben er niet. Oké, dan doen we het niet. Nee. Dus dat iedereen gewoon door kan gaan, want anders zaten er wel hele grote breaks tussen. Ja, dat moet je ook niet doen. Nee, dat is puur voor jezelf, zeg maar. Ik ga ook, als ik tijd heb, zeg maar, ga ik Gen 1 en 2 ook... weer off-stream doen, want dat hebben we nou op stream wel gezien. Ja, je gaat het niet doen zoals Paddy. Oh ja, ik ben weer in Gen 1. Oké, ik maak 1 video van Gen 1. Nee, want ik doe het niet op YouTube zetten. Voor mij is het puur stream, een stream-serie, zeg maar. Alleen, ik ga niet elke keer Gen 1 opnieuw doen op stream. Kijk, als het zo uitkomt dan wel, hè. Maar, ja, snap hem. Dat is voor mij geen must. Nee, en voor de rest doet Paddy niks anders, dus ja, ik snap waarom hij dat doet. Nou, hij doet ook nu die... hij wil nu ook al die sterren halen op zijn trainer ID in Emerald. Daar is hij ook mee bezig. Ik hoop dat Paddy niet verkeerd begreep, maar heeft hij niks beters te doen? Hij heeft niks beters te doen. Ja, misschien heeft hij wel wat beters te doen, maar doet hij het niet. Oh shit. Maak jij al iets van progressie of... Ja, ik ben weer bij de gloves, maar... Ik ben nu voorbij de gloves. Nu ben ik bij het over het lava heen springen. Okay, shit, dat is ook gaan. Dus dat trap naar boven. Zo. Nee, even terugkomt op Xenoblade. Dat is echt letterlijk de laatste liefdesletter naar de game toe. Ja? Ja. Dus er komt geen Xenoblade 4? Nee, ze zeiden dat 3 waarschijnlijk de laatste wordt. En dat ze dan verder gaan met een nieuw verhaal. Oké. Dus ze eindigt toch met... Nee, dan gaat het waarschijnlijk iets anders heten. Maar wel van dezelfde saga, zeg maar. Of... Ja, het is dezelfde referentie, dezelfde dingen, maar iets anders. Nee, ze maken heel veel referenties naar 1, naar 2. Dat deden ze ook al in de oorspronkelijke, maar deze... Je hebt letterlijk de protagonist van 1 en 2, heb je gewoon als playable characters nu. Ja, Shulk, toch? Shulk en Rex. En dat is gewoon heel goed. Maar ja, ook heel veel momenten van 1 en 2 highlighters nou in die game. Oké. Okay. En bijvoorbeeld in 1, wanneer je de eerste chapter hebt gehad, heb je een moment waarin de mentor character naar uitkijkt en Shulk en een andere character weg ziet lopen om op avontuur te gaan, om wraak te nemen. Oké. Okay. Die scène wordt helemaal opnieuw gespeeld in de DLC. Nou ja, je kan wel nagaan als je 1 hebt gespeeld. Het is puur nostalgie, dat stuk. Oké, ja, ik heb geen 1 gespeeld, maar ik hou altijd van nostalgie dingetjes. Ik hou er wel van. Ik hou er meestal wel goed op. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar ja, dan is het wel geinig dat één zo'n franchise ik eigenlijk nu helemaal meegekregen op de Switch. Want de eerste was wel op de
Wii, maar ja, die heeft uiteindelijk ook een remake gekregen, hè, dus... Mm-hmm. Alle games kan je spelen op de Switch. Yay. Nee, het maakt soms wel games een stuk toegankelijk om te spelen, hoor. Als je een franchise wil binnenkomen. Want ben je bekend met het verhaal met hoeveel consoles Kingdom Hearts ooit had? Als je de hele Kingdom Hearts franchise wilde volgen? Nee. De eerste game kwam uit op de PlayStation 2. Ja. Yeah. Tweede game kwam uit op de Game Boy Advance. Mm-hmm. Kreeg later wel een PlayStation 2 remake, maar oorspronkelijk kwam hij uit op de Game Boy Advance. De derde game kwam uit op de PlayStation 2. Dan had je nog een game die uitkwam op de PSP. Ja. Yeah. Dan had je nog een game die oorspronkelijk uitkwam op mobiel en later een remake kreeg op de DS. Mm-hmm. Dan nog een game op de DS. Dan had je een mobile game, wat oorspronkelijk een browser game was. Ja. Yeah. Daarna kreeg je nog een game op de 3DS. Ik had hem bijna verslagen, Wario. Nice. Maar ik moet het opnieuw. Maar dat is niet erg, want ik heb een suspense point. Mm-hmm. Daarom deden we dat ook. Mm-hmm. Toen kreeg je Kingdom Hearts 3 eindelijk op de PS3, ja, PS4. Even tussendoor, maar ik haat het altijd als franchise dat doen. Ja. Van dat je niet gewoon Kingdom Hearts 1, 2, 3 hebt klaar, zeg maar. Maar dat je ook nog allemaal, dat op het moment dat hij op een andere console komt, dat die dan, dat je dan ook gewoon, dat dat niet bij die trilogie hoort dan, zeg maar. Ja, nou, alle stories zijn canon. Leuk, hè? Ja, dat vind ik echt, ja, ik haat dat, maar ja. Ja, nee, later kregen we wel een collectiepack Kingdom Hearts The Story So Far, waarin alles is geremaked voor de PlayStation 2 of om is gezet tot een cutscene collectie. Oké. Okay. Dat is misschien wel beter. Ja, en het zorgt er ook gewoon voor dat heel veel games nu gewoon toegankelijk zijn, maar ja. Oorspronkelijk was het echt heel moeilijk om in te komen. Oké. Okay. Dus ja, dan zat wel een groot verschil tussen met toen en nu. Maar ja, ik had dan gewoon liever gewild dat als ze er andere verhalen hadden gedaan, dat gewoon dan eerst volgende gewoon dan deel 2 is, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Net als, je hebt ook Kingdom Hearts 2,5, toch? Kingdom Hearts 2,5, maar dat is een collection pack, waarin ze de definitive version van 2 erin hebben gestopt. Ja. Terwijl, dan is dat toch gewoon Kingdom Hearts 2, maar dan mooier. Ja. Ja, want er was ook nog een definitive version van 1 en definitive version van 2. Ja. Er zit daar heel veel verschil tussen. Nee, niet echt. Je hebt alleen wat extra... Wat extra, ja, maar content. Dat is hetzelfde met dat je van sommige games gewoon definitive version hebt, zodat ze al die DLC erbij doen, zeg maar. Mm-hmm. We gaan met Wario. Ik ga zo meteen naar zijn derde stage, alleen die is wat lastiger. Oké. Okay. Hij heeft een fireball met de derde stage, dat is kut. Mm-hmm. Dat is een extra wapen voor hem. Ja. En in deze game is de... Als je gehit wordt, zeg maar, de duration die is niet zo lang, zeg maar. Dat je invincibility frames. Ja, dat zei ik ook al in één part. Invincibility frames in deze game zijn gewoon ruk. Fase 1 is ook niet zo spannend. Fase 2 ook niet als je hem goed timed. Alleen fase 3 is gewoon kut.
Nou, dan kan ik ook een 36 gaan zetten. Oh. Dat wordt het nog spannend. Mm-hmm. Ik doe het net voordat ik aan Wario begin. Ja, ik voor ook, de pipe. Ik ook. Ja, ik ook. Nee, oh, ik had hem bijna. Nee, wat een kutspel. Ik moest het een keer gezegd hebben. Duurde even. Ja. Oké, eerste poging mislukt, maar ik had ook geen idee wat die dingen deden. Auw. Ja. Oké. Okay. Zo. Weet je wat ik ook raar vind? Meestal bij dit soort games is het als een enemy zo'n aardbeving doet, dat als je in de lucht bent, dat je dan niet gestunt wordt. Als je... Alleen hier is als je in de lucht bent, word je alsnog gewoon gestunt. Ja, dus je hebt er heel veel aan. Nee. Het is ook geen lange stun, hè? Nee, dat... Nee, precies. Kut. Nee, weer op. Oh, ik moet hem elke keer nog maar één keer raken en dan ga ik dood. Mhm. Gepest. Ja, dat is Wario, hè? Mm-hmm. Best cop. Mhm. Ben jij al een keer close geweest? Ik begin nu voor de eerste keer bij fase 3. Oké. Okay. En dat was Super Mario Land Gold Coins. Nee, wat een kutzooi. Oh, nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik dacht, misschien wordt dit de enige game ooit dat ik kan winnen in een versus van Jordi, maar het is... Nou, het had niet veel gescheeld. Nee, dat klopt. Daarom zeg ik ook, alles voor de content, pixels. Hè. Ja. Bedankt voor het kijken van deze serie. En Jordi, bedankt voor het meedoen in deze serie. Ja, het was hartstikke leuk. Het was elke eerste keer dat ik dit heb kunnen spelen. Ja, ja, dat is wel echt tof. Nou, bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende serie. Adios, amigos.